Miljuschka Witsenhausen krijgt momenteel veel kritiek over zich heen op SBS6. De boulevardpresentator Guido den Aantrekker heeft geen genade... en beschuldigt de BN'er van aandachtszucht. Witsenhausen, die normaal gesproken als sympathiek wordt ervaren... heeft blijkbaar ook haar weg gevonden naar de wereld van Instagram... waar ze niet alleen haar producten promoot, maar ook persoonlijke zaken deelt. Recentelijk heeft ze een huwelijk voor één dag georganiseerd... compleet met een fotoserie om op Instagram te delen. Hoewel dit geen officieel huwelijk is, maar een tijdelijke ceremonie om leuke foto's te maken, viel het idee op. BNR-fotograaf William Rutten legt uit: Het is geen echt huwelijk omdat er geen formele verloving is, maar een ceremonie in haar tuin voor één dag. Dit trekt de aandacht omdat het een commercieel concept blijkt te zijn dat iedereen kan inhuren. De reacties op dit concept zijn gemengd. Presentatrice Ayren Milene vindt het idee wel grappig. Je kunt het gewoon thuis of ergens anders organiseren, en het lijkt me op zich wel schattig. Zou jij het doen? Guido den Aantrekker daarentegen is kritischer en ziet het als een manier om extra aandacht te genereren. Ik vind het jammer dat zo'n bijzondere gelegenheid als een huwelijk nu op een dergelijke commerciële manier wordt gebruikt om aandacht te trekken op Instagram. Het voelt wat hysterisch aan, en ik denk dat je zulke momenten serieuzer moet benaderen. William Rutte vindt Guido's reactie wat streng. Maar dit soort dingen komen tegenwoordig veel voor, toch? Collega Leontien van Moorsel ziet ook een positieve kant. Het is toch een mooie manier om te zeggen dat je nog een jaar samen bent? Maar Guido blijft bij zijn standpunt. Het lijkt wel overbodig en hysterisch. Waarom vraag je niet gewoon je partner ten huwelijk voor de rest van je leven? Eline de Ruig sluit zich hierbij aan en vraagt zich af waarom je een huwelijk voor slechts één dag zou organiseren. Guido besluit resoluut: Het draait hier puur om aandacht. Ze is gewoon aandachtziek.